kroegbaas. Wat vindt hij nou van? Ja, van dat is heel triest voor ons. Het is dat vooral apart. Ja, wieso? Met de kroegbaas die. Dit was er niet. Dat is pas geworden. Echt hoor. Dat was een zeer markant figuur hier in het Zwamerse. Ja. En wie hoort de goede man? Henk Tegels. Henk Tegels. Ja, Henk van de Tegels. Plevues eigenlijk. Henk van de Plevues. Ja. Van de Plevues. Het café de Plevues? Nee. Tegels in het plat. Och, ja, is natuurlijk. In de tegel in de Plevues. In de Plevues. Ja. Dus Henk is altijd als Henk Plevues door het lijf gegaan. En, zullen we er even hier lopen? Ja. Loop even mee. Loop even mee, want... Laat ze ook nog even mee. Ik vind het... Want dat moet dan een... Dat moet dan... Henk Tegels moet een markant figuur zien geweest in Zwamen. Zo werden ze niet meer gemaakt. Nou, dat moest even niet filmen. Louis van Dijk, dat was. De pionier, dat was. Op televisie, hè. Louis van Dijk? Ja, dat is... Ja, dat ging over Alzheimer en dat soort toestanden. En de verwoordde het heel mooi. Ik zei er, ik ben emotioneel incontinent. En als ik emoties griep, dan kom ik te waterlanders. Dat het land vooral ook weer. Maar. Geldt dat ook voor dit, Jos? Ja, dat geldt heel. Die dingen niet. Maar dat is toch helemaal niet erg, hè, Jos? Ik weet het. Emotioneel incontinent, zoals... Ik vond het een prachtig woord, daarvoor. Maar het gaat alles met je operaties. Moeilijk verhaal, maar... wat we nu voor Henk? Nee, Henk. Ja. Henk is in de 60's wie versterken, dat kan ze stellen. Hij heeft zijn link gedaan wie er wil leven. Qua leven, qua kleding, qua. Ja. Als ze normaal in de corridor zwamen, race of fietsen, dan kwam ze hem grif tegen in zijn camouflagebox, een hoed op. Altijd. En zo is het eigenlijk al jaren geweest, maar toet voor kort nog steeds. En op een gegeven moment dacht ik, hey, ik zie een Henk niet meer lopen, dat viel er gewoon op. Ja, hier van Zwaams natuurlijk ook, maar veel wisselen in de ganse regio, Henk van de Plevues. Henk van de Plevues. En dat is op een gegeven moment, heeft hij toch klachten gekregen. En helaas is hij in oktober gestorven, ja. Ja, hij is gehenkwaardig vertrokken. En in mijn letterlijke zin, dat is een heel hechte familie. Hebben alles hebben ook niet in kop. Ook van Zwamen. Echt van Zwamen. Hebben geen conventionele dienst in de kerk ook. Hebben in BMO's, ik weet niet of ze MO's kent. Jazeker. Ja, nou, MO's, daar is de dienst. Die aan de andere kant van de wereld. Precies, de dienst geweest. Of de dienst vind ik al een te zwaar woord, dat is een tref geweest. Ja. De familie heeft alles gedaan, de lezingen, de muziek. De kist gemaakt, dat kan ze niet voorstellen. Was iedereen wel welkom? Iets met, dat wil ze niet weten, hoeveel mensen dat daar zijn geweest. Dit ding was afgeladen vol, dat is dan boete vol. Dat is een groot ding? Dat is een groot ding, ja. Dat zijn aantallen zo'n bestuursloers op zijn geweest, jongen. Dat is echt gigantisch. Ja. En met zijn eigen busje er naartoe gebracht. Hij is zo'n flower power busje, hè? Zo'n Volkswagen busje. Dat busje, toen zien we wel eens langs gereden. Ja, en dan zoek ze dat busje stond, maar daar was dat niet meer bij. Ja. Toen dochten wij op dat moment, als onderwegers, van zo'n busje moet een verhaal hebben. Maar dat was Henk zijn busje. Dat is Henk zijn busje. En in dat busje is Henk ook begraven. Godzame. En omgebouwd tot die kisten in kost. Dus geweldig. En die had heel veel, die goede familie, allemaal broers. Eén broer heeft het laatst verteld. Die hebben dat gaan zo in de trant van wie Henk dat gewild zou hebben. Ja. Hebben dit gaan gedaan, of het nu dat busje is, of die dienst en alles. Dus, wel heel zonder in al te veel details te treden, maar den Deens, hè? Ja. Wat was er bijvoorbeeld, was er wel een geestelijke die de Deens deed, of nee? Gewoon, als ik mijn hele leven door, ik ken ze goed verstandig bestuur, want ik hoefde even niks hebben met het geloven, de manier wie dat gedaan werd, maar het zijn eigen, ja, daarom vind ik Deens eigenlijk al niet het goede, een bijeenkomst, zou ik zo stellen. Met een verhaal, met een lach en een traan. Hey, maar dit is helemaal niet erg dat dicht dat raakt, want dat geeft aan wie goed geleden dat der man was. Wat wordt dat voor een kastelein? Ja, dat kost alles. Ja? Ja. Iedereen liep de geur naar binnen en die oordeelde ook niet of zo met een schoebertrui kwamen of met een jasje aan. Dat maakte hem allemaal niks goed.
geen nummer wie erin is. En dat helemaal die wel gekenmerkt. Hè? Ja, ja, iedereen koos die. Dat bleef natuurlijk wel ook met financiën. In zijn eigen trant, wie dat toen was. Ja. Ja, en computers en laptops. Ja, voor denken, dat is heel normaal. We hebben eigenlijk gedacht, ik moest met de Maar Henk niet. Nee. Henk had een potlood, dus achter ik dus minder tekst verwerken. Dat was dus Henk. Maar schreef hij ook wel eens wat op de lat? Of was het wel zo dat ze de deur maar, ging ze... Op het veldje. Daar is door zijn groeigheid wel veel verloren gegaan ook. Dat was ook een toevluchtsoord voor mensen die in de problemen zaten. En weet ik veel, een relatie op de klip in de slopen. En op ieder moment moest ik ergens slopen, dan kostte weer Henk de vonk alle sociale problemen. Dat was een halve sociaal werker. Maar dan moet hij man toch ook wel, dan moet toch wel ook een enorm hecht van God hebben gehad. Dat hij ook dat hij dat allemaal aan heeft gehuurd. Ja. En, had hij meestal ook nog wel een goede rood of advies? Of ging het niet zover dat hij... Nou, als ze een goede rood van Henk Sos hebben gehad, dan had hij gezegd van, blieft ik zelf. Ja. Ja. En als er inderdaad erbij was geweest... In levende leven op Sinaafschiet en zo te gezag hebben van shut in. Dat was met... Ja, blieft hij zelf en nummer 3 wie er is. Ja. Dus het was ook een man waar waarschijnlijk heel veel mensen uit zwaar met omgeving inspiratie uit hebben. Ja, nog wel. Ja. Zeker omgeving ook. Nederland en zwaar, maar komt iedereen kosten in de regio. Dat is een markant figuur was. Het kan leven wie er wil leven. Tot het allerlei. Ja, we En wie wil dat nou niet? En het getal, dat is misschien wel leuk. Welk getal? Dus dat 13 op de moerstone. Ja. 13 was Henk zijn getal. Ja. Op zijn huisnummer, zijn telefoonnummer, zijn bankrekeningnummer. Hij in Zelke was de eerste rokersruimte, de zaal 13 genoemd. En wanneer denken ze dat Henk doodgeeft? In oktober, gooiens. Ja, op de 13. Vrijdag 13. Och, god, inderdaad. Dat kan ze dus niet, dat kan ze niet verzinnen, zo gaat, hè? Nee. En dan denk ik van, is het. Jouw geluid tegen een toeval? Ik wou dat. Ja? Ja, weet je eigenlijk niet meer. Nee, want we zien hier de stroot net in gereden. En ik kreeg nou vanochtend weer een heel leuk. Ja. Maar ja, eigenlijk is dit ook een moeie verhaal. Want we stonden hier nou wel een soort van... dit is wel een soort van, zou ik het zeggen... een eerbetoon. Zeker. Een hommage aan Ja, vooral moet toch verteld werden. Dat is absoluut. Een heel apart iets. Ik denk als ze in Zwaven zo rondlopen, dan zoals mensen gaan turven. Die iets negatiefs naar voren kosten brengen over Henk. Van de plevues? Van de plevues. Dat ze wie het moest gaan zoeken. Ik wist het net. Ik kan me niet voorstellen dat ik er iemand rooit heb te hebben die gewoon smot gehad met Henk of zo. Dat was Henk niet. Henk is gewoon altijd zichzelf geleden. Als ze door het probleem met kreeg, dan kost hij zichzelf gedaan voor. Ja, ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Heel sociaal figuur. Ja. Heel sociaal. Ja. En die woonde altijd een paar deuren verder. Als de café. Ja, ja. Dus de drempel was leeg voor dich. Als je die liters koffie... Koffie! ...voordig zou staan wat we over en weer... bij elkaar gedronken hebben en klusjes voor Henk gedaan, weet ik wel wat. Ik ben zo'n hobbyist wat zich voor ons over hadden. Ja, dat zei je, de beste helft zei dat net al, dat is de Gendig Bis, ja. Ja, dat moest wel. Dat moest als fotograaf een beetje 1000 poetsen. En Henk zelf, was het een beetje Gendig of ieder niet? Die had zijn ideeën, maar ik ben, wat dat heet, dus hier een perfectionist in veel terreinen en zo. Maar goed, het was gewoon altijd leuk. Hé, maar nou steekt de meulen er weer. Ja, Henk is allemaal weer ontvallen. Ja. Weer rond de café dan? Nou, de familie, die duidt het verloop weer nog even. De café openhuizen, of bepaalde gelegenheden waarschijnlijk niet elke dag open. Maar nu... Kijk, dit is een traditie en dit is inderdaad met een punt wat gewoon verdomme met de Mulder. Gaan we dat nog? Kijk, maar dit is nog verder met de familie geregeld. En dan... Ze probeerden nog een beetje in de sfeer van wie hangt dat? Het is al een paar dagen open, ja. Ja, want ik lees toch inderdaad ook van de plevues geeft weer open. Ja. Achter de raam, of voor de raam. Een paar dagen nog gelukkig, ja. Dat proberen ze wel zo door te zetten, maar dat moet natuurlijk op termijn blijken of dat een hoorbaar kader is, hè. En nu dat de familie dat, allemaal die broers, zeg maar.
Ja. Ja, hopelijk. Probeer het maar eens in te vullen ook, hè? Als zonnekastelein wegveld. Ja, niet alleen als persoon, maar Henk was ook iemand, dat had niet veel nodig. Hij was alleen, hè? Als Henk zijn motor had, de Harley had er dus. Ja, ja. En de hondje, hè? De hondje was ook alles. Want hij had ook wel eens op die doos gelogeerd en zo. Maar dat was Henk tevreden. Kijk maar. Als ze vandaag de dag fulltime moest leven in de horeca, dat is een andere rol. Ja. Kijk, dat is altijd zo gelopen. En voorlopig gesproken, leeft het nog dan, het café? Voor een aantal vaste klanten zeker wel. En een vereniging wat er nog zoiets als de toai. Maar... Nou, hadden we het net over het standbeeldje van... Ja, Nepomuk. Zeg het nog één keer. Nepomuk. Nepomuk, ja. Waar dan? Het steekt midden op de brug. Het steekt op de brug, oké. Midden op de brug, daar steekt de Nepomuk. Ja. Wat zou je Henk ervan gevonden hebben als er een beeldje van hem, bijvoorbeeld hij ergens kwam? Of? Nee. Dat is het niet te wachten. Nee, dat zou het dus niet te wachten, nee. Dus het is misschien een goed idee, maar Henk, zou je het zelf... Nee, dat heb je schoon. Schoon zou ik het gevonden hebben. Schoon idee? Ja. Schoon idee, man. Vanwege over het idee. Nee, dat was... Dat is Henk te bescheiden van geweest. Dat soort dingen. Ja, absoluut niet. Dus dan moeten we het van de verhalen hebben. Op een ouderwetse manier, overgrond van D naar D, de verhalen over Henk van de Plevues. Ja, die zijn er zat. Die zijn er zat. Dat is geen gebrek in het zwaar, weet ik zeker. Mag ik ook allebei enorm hartelijk danken voor... Ja, gedaan. Een paar enorm mooie verhalen. Ja, dat ken ik nog. De mensen die me kennen, die weten als ik een van de vertelstoel zit, dan ben ik er verleden. En over die emotionele incontinentie, Jos, maak ik toch absoluut geen zorgen over. Want ik vind dat sierende mens. En om het nog maar eens even in de gedachten van Henk van de Plevues te formuleren... Dan best wel, ook moet ik zelf. Dan hoef ze niet meer voor te schamen.